In Lansingerland in zicht. 10 jaar Ouderlandse Hof. Monumenten met eeuwigheidswaarde. Wereldkampioen Damian als Lansingerlandgenoot. Maar eerst zadelen we je op met Nikita. De 15-jarige Nikita sleept regelmatig prijzen in de wacht met haar pony Rolex. Ik rijd al 10 jaar lang paard. Ik begon toen ik ongeveer 5 jaar was en ik doe het nog steeds met plezier. Ik denk dat ik ongeveer 20 uur per week bezig ben met paarden. Ik doe het vaak met mijn moeder. Ik vind het heel erg fijn als mijn moeder erbij is. Ik heb 3 keer of 4 keer in de week les en daarnaast heel veel trainen. Juist, dat is mooi. Heel mooi hoor. Rij hier een grote volte in. En laat een grote volte leiden zijn hals trekken. Dan laat hem rustig zakken. Zo over de schouder krijgen. En als hij naar beneden zakt, dan geef hem een keer een kopje. Dan verloopt hij hem daar. Je hals blijft daar. Inspannen. Weer gauw ontspannen. Goed zo. Als hij zijn hals weer laat vallen, dat betekent dat hij vertrouwen heeft. Dat hij wil ontspannen. In die volte probeert hij die galop nog een keer krachtiger en een keer groter te krijgen. Dat hij drang naar voren omzet in meer kracht in zijn galop. Trainer-instructeur Ton de Kok zit niet om een woordje verlegen. Nikita, die geef ik al nu een jaar les, denk ik ongeveer. Ik heb vroeger heel veel wedstrijden gereden. En nu doe ik mensen begeleiden die wedstrijden rijden. En proberen om ze in de wedstrijden naar een hoger niveau toe te trainen. Dat is de bedoeling van ons. Nikita doet het heel goed. Nikita is bij ons gekomen via het HTC. Dat is Hippies Trainingscentrum. Dat is een organisatie die doen eigenlijk in heel Nederland jeugd die getalenteerd zijn. Getalenteerd lijken, eruit pikken en die begeleiden, die krijgen dan lessen in groepjes. Moeder houdt haar pupil nauwlettend in de gaten en geniet zichtbaar van de prestaties. De trouwste supporter. Ik heb net heel erg lekker gereden met de les. Het ging hartstikke goed, mijn pony deed weer super. Ik ben al vroeg begonnen met wedstrijdrijden en zo daarin doorgegroeid. Vele kampioenschappen, vaak in de regio en ook landelijk kampioenschappen gereden. Ik heb vaak een beker of medaille gewonnen. Ik hang het lint op die ik gewonnen heb toen ik in het Nederlands kampioenschappen reed. En deze hoort er ook bij, medaille. Rolex zou ook best wel wat willen zeggen. Op welke plaats ben je geëindigd? Ik was tweede, maar het aantal punten scheelde heel weinig tot de eerste plaats. We gaan later ongetwijfeld nog heel veel van haar horen. Daar kunnen we de Rolex op gelijk zetten. Zo te horen zitten we in de verkeerde stad. Maar dat is ook de bedoeling. De buitenwereld naar binnen halen. 10 jaar Ouderlandse Hof. Dat moet gevierd worden met een speciaal feestprogramma. En de buitenwereld naar binnen halen is het thema. Cultureel Lansingerland kleurt de Ouderlandse Hof. En dat bestaat uit muziekworkshops, uit creatieve activiteiten, uit het optekenen van levensverhalen. Er zijn portretjes gemaakt door kinderen van bewoners. Als 2 druppels water. Van alles en nog wat op cultureel gebied. En de achterliggende gedachte achter het project is dat Lansingerland bestaat 10 jaar. De Ouderlandse Hof bestaat dit jaar ook 10 jaar. En toen hebben we gedacht, we gaan iets leuks doen op cultureel gebied. Waar bewoners erg veel plezier aan beleven. Waar de samenleving plezier van heeft. En waar we ook wat aan overhouden om samen te brengen in een bundel.
om dat ook te bewaren voor later. Onze mensen zijn niet zo gauw in staat om een festival te bezoeken. En daarom halen we het graag naar binnen. Goed idee! Er valt van alles te beleven en te genieten. Ik vind het wel leuk. Ik hou hiervan zo om te doen. Ja, het is echt hartstikke gezellig. Ja, vind ik leuk. Ja. En er komt gezellig geluid uit. Ja, dat ook. Ik vind het leuk. Kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk. Buurtbewoners mogen sowieso binnenkomen. Die mogen zijn van harte welkom. Ze kunnen een kopje koffie drinken in het restaurant. Ze kunnen een praatje maken met de bewoners. Nee, die zijn altijd van harte welkom. En we ijveren ervoor om het meer als een buurthuis te gaan gebruiken. Als, ja, dat is niet de juiste naam misschien. Misschien moeten we het een andere naam geven. Maar gewoon het verbinden van de binnen- en de buitenwereld. Er zijn enorm veel, bijvoorbeeld eenzame mensen. Waarom hebben wij nog steeds een week van de eenzaamheid in september nodig? Omdat er mensen zijn die gewoon echt nog alleen zijn. Bijna niemand meer hebben. Kinderen hebben het veel drukker tegenwoordig. Nou, kom binnen. Doe mee. Uit de levensverhalen die opgetekend zijn, zijn een aantal woorden gehaald. En uit met die woorden is een lied gemaakt over de Ouderlandse Hof. Vroeger was het leven simpel, ieder jaar hetzelfde lied. Maar de week stijgt weer vol. De bedoeling is dat dat lied ook op een cd komt en dat dat met een bundel die samengesteld wordt uiteindelijk op 10 oktober, als we 10 jaar Ouderlandse Hof vieren, aangeboden wordt aan de burgemeester van Lansingerland en onze locatiemanager. Muziek en lekker eten. De komende 10 jaar zitten we ook nog goed in de Ouderlandse Hof. Deze twee lekkerbekjes moeten nog wat langer wachten voordat ze hier kunnen wonen. Ik ben Damien, ik ben 17 jaar oud. Zesde, Ray, Roos. Ik doe Kyokushin karate. Dat is een vorm van full contact karate. En die verschilt van andere soorten karate, omdat andere soorten karate is semi-contact. En bij deze vorm mag je alles doen. Slaan, raken, trappen. En het is vechten op de knockout. Hier ben ik 4 jaar geleden ongeveer, met 13e mee begonnen. En toen ik ongeveer een half jaar, iets meer dan een half jaar karate deed, vroegen Sensei Priscilla en Super Erwin of ik mee wou doen aan wedstrijden. En in eerste instantie heb ik daarover nagedacht en dacht ik, ja, waarom niet? Dan heb ik één keer een wedstrijd gevochten en dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik gelijk alle wedstrijden mee ben gegaan. En nu, 4 jaar later, ben ik wereldkampioen. Ik ben net geslaagd voor mijn HAVO. Ik heb mijn diploma op zak. En volgend jaar ga ik VWO doen. En buitenschool doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Ik train vooral. Ik heb heel veel sporten gedaan. Ik heb voetbal, wedstrijd, zwemmen, judo, van alles. Eigenlijk niks echt leuk om te doen. En toen stopte ik met voetbal. Toen wilde ik eigenlijk een vechtsport gaan doen. Kickboksen, boksen. Maar dat vonden mijn ouders niet zo verstandig. Met klap op je hoofd krijgen en zo. En toen ben ik hier gekomen. Toen ben ik op internet gaan zoeken en toen kwam ik hier uit. Vlakbij, want ik woon hier ook in Bergsehoek. En toen ben ik een keer mee gaan trainen. Toen vond ik het eigenlijk zo leuk dat ik gelijk begonnen met mijn trainen. Wat heel leuk is dat het een echte familiesport is. Want dit is mijn vader en dit is mijn zusje. En die trainen ook karate samen met mij. Alleen mijn moeder die vindt het niet zo leuk. Die zit ook altijd met de handen voor de ogen naar de wedstrijden te kijken. Maar als ik dan win, dan is ze wel trots. Ik ben het meest trots op mijn wereldkampioenschap die ik een maand geleden in Roemenië heb gewonnen.
Ik heb daar 2 jaar voor getraind. 2 jaar geleden heb ik met mijn trainers, Sensei Priscilla, Sensei Erwin, besloten om voor dit toernooi te gaan trainen. En nu heb ik hem gewonnen. En hier heb ik heel hard voor getraind, eigenlijk wel elke dag 2 keer. Het lukt niet veel West-Europeanen om van de Russen of de Polen of de Oekraïners te winnen. En dat is mij wel gelukt. Mijn doel in de wedstrijd is om iemand zo snel mogelijk knock-out te trappen. Ik loop niet zo heel vaak blessures op. Natuurlijk wel een beetje een blauwe plek hier, blauwe plek daar. Maar nooit echt dat je spierscheuringen of dingen hebt. Want ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Omdat we altijd goede warming-up doen en altijd bewust bezig zijn met wat we doen. Ik wil over 4 jaar onder 21 het WK vechten. En daar wil ik dan wereldkampioen worden. En dan 4 jaar later kan ik bij de volwassenen meedoen. En dan kan ik daar wereldkampioen worden. En wat er anders aan is, is dat... Dat de volwassenen zonder bescherming vechten. Ik vecht nog met een helm en met scheenbeschermers, maar dat heb je daar niet meer. We trainen heel veel op conditie. Dat vechten is heel zwaar. In een normale les trainen we ook al veel op conditie. En dan doen we verder nog op zondag. 1 keer in de week doen we een hardlooptraining. En 1 keer in de maand op maandagavond doen we een zwemtraining. Verder trainen we natuurlijk heel veel op techniek en kracht. En sparren doen we ook veel. Oes. Lansingerland kent vele monumenten. Meer dan 50. Zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. De Stichting Cultureel Erfgoed Lansingerland neemt ons aan de hand naar vaak onbekende historische pareltjes. We zijn nu in de Berkel en Roderijs, Kerkstraat nummer 20, waarbij het gaat over dit monumentje. Dit gebouw, deze winkelwoning, is eigenlijk uit de 16e eeuw. Dat is eigenlijk een heel oud huisje. En het was vroeger helemaal anders. Vroeger zat er riet op het dak. Vroeger was dat, dit witte stukwerk was er niet. Het was eigenlijk metselwerk. De indeling van de ramen is natuurlijk altijd anders geweest. Het is echt van de laatste tijd. Dus er zal hier wel een paar van die ramen hebben gestaan. Wat er wel was, was een wolfseind daarbovenin. Dat zat die schuine stuk aan de voorkant. Die wolfseinden waren er eigenlijk om makkelijk het water af te kunnen voeren aan de voorkant. Dat je met zijn werk niet nat werd. En later hebben ze ook zo'n kuifstekje erbij gemaakt. Dus een aantal oude elementen hebben erin zitten. Maar een heleboel is vernieuwd. En eigenlijk alleen van het hele monument is alleen de voorgevel er nog. Waarom hebben we dit nou monument gemaakt? Want eigenlijk is het helemaal geen monument, het is niks. Het is alleen nog maar een geveltje en dat geveltje is nog zwaar veranderd ook. Maar toch, het is heel interessant omdat we hieruit begrijpen hoe Berkel en Roderijs geweest is en hoe het ontstaan is. Ik heb hier een kaart van Jan Stampioen, die is uit 1650. Daar zie je de kerk staan. En als je die kerk ziet staan, dan zie je die kerk ook in de kaart van Krukkeje staan uit 1720. Ja? In die 70 jaar is de kerk veranderd, maar wat niet veranderd is, is dit straatje. En dit straatje, daar heeft te maken met het huis zoals wij dat monument verklaard hebben. Alle monumenten van Lansingerland zijn door ons in kaart gebracht, die zijn in het boek. Daar is ook een mooie kaart van gemaakt waar ze allemaal staan. Hier zie je de kerk, hier zie je het straatje waar we net over hadden. En hier heeft het huisje ongeveer staan, of staat het huisje nog. We hebben dat monument gemaakt omdat je heel goed kan zien hoe vroeger Berkel en Roderijs was. Vroeger hadden we dus 2 straten met van deze kleine huisjes. Die klein van schaal waren, die heel precies waren en waar allemaal woningen in waren en winkeltjes. Je moet je voorstellen dat daar misschien wel luiken hebben gezeten waarbij de koopwaar uitgestald stond. En dat alle mensen hier doorheen liepen omdat het enige plekje was in die hele landschap waar je kon zijn. Dus mensen woonden, mensen werkten en mensen liepen daar zo te winkelen. En daarom wilden we dit graag als monument laten zien aan u.